NDP-parlementariër Amzat Abdul wil van de regering weten hoe ze de lening van de Internationale Monetair Fonds, IMF, terug zal betalen. Hij vroeg dit afgelopen maandag tijdens de voortzetting van de begrotingsbehandeling in DNA. De regering heeft de samenwerking met de IMF wel opgezegd, maar heeft tegelijkertijd ook een lening ter waarde van $87 miljoen terug te betalen. Abdul wil weten hoe en wanneer de terugbetaling zal geschieden. Hij maakt zich namelijk zorgen om het monetair beleid van de regering. Vooral over de deviezenstroom moet er gewaakt worden, beargumenteert de parlementariër. De regering heeft de verdere samenwerking met IMF opgezegd. CBVS moet de schuld van $87 miljoen terugbetalen. Hoe is dit geregeld? Waar moet men deze schuld, wanneer moet deze schuld worden terugbetaald en hoe? Ik stel deze vragen vandaag, voorzitter, niet om vervelend te doen. Nee, maar omdat ik weet dat deze maatregelen zeer belangrijk zijn. Ter versterking van het monetair fiscaal beleid. Ter versterking van de inkomsten van de deviezenstroom in het land. En aan het eind van het jaar, voorzitter, wanneer we evalueren, dan is dit niet uitgevoerd. Of niet eens voorbereid. Ik weet niet. Ik hoor de stand best wel van de regering. Naast de kritische vragen over de lening bij IMF was Abdul vol lof over de wijze waarop de regering de ambtenaren heeft bijgestaan in de afgelopen 2 jaren. Die moeten naar zijn inzien worden getypeerd als de zwaarsten in de periode van deze regering. Er is een aantal koopkrachtversterkende maatregelen getroffen. En daarvoor bedanken wij de regering. Daarvoor complimenteren wij de regering. Deze zijn onder andere, voorzitter, SRD 100 SRD onbelast op de loon, verhoging van de belastingkorting tot 125 SRD, hogere belastingvrije grens, dat is 3, ingesteld op vakantiegelden en gratificaties, recent nog het herwaarderingsprogramma voor de leerkrachten, welke ondanks de moeilijke situatie volledig is uitgevoerd. De loonsverhoging voor de andere ambtenaren. Nu horen we ook, voorzitter, voorbereiding van het verstrekken van pakketten. Allemaal zaken, voorzitter, die wij toejuichen en waarvoor wij de regering zeer zeker complimenteren en bedanken. NDP-parlementariër Amzat Abdul, die maandag tijdens de voortzetting van de begrotingsbehandeling de tweede ronde van DNA afsloot. Komende week is het de beurt aan de regering om antwoord te geven op de vragen die zijn gesteld.